Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. It's about fucking time that we talk about de kraamtijd. Holy fucking shit. Ik zit zo in mijn emoties. First of all, er is geluid in de background. Maar volgens mij is het nooit een goede tijd om een video op te nemen. Want vorige keer was de microfoon kut. Mocht je de bevallingsvideo niet gezien hebben, klik dan even hier. Of hier. Wherever it comes up. De bevalling was echt top. Was echt een droombevalling. Daarom heb ik er ook een video over gemaakt. Omdat ik er juist heel positief over was. En de zwangerschap was ook top. En toen waren we bevallen. Of nou ja, was ik bevallen. Maar we hadden het samen gedaan. En ja, vanaf dat moment eerst vooral kraamtranen. Volgens mij is Vee wakker. Ik ga er zo bij halen. Eerst vooral kraamtranen. En je zit echt op een roze wolk. Je bent zo blij met je kindje. We waren zo blij met elkaar dat we het gedaan hadden. Dat we de bevalling overleefd hadden. En we kwamen... Ik bleef eerst nog een tijdje in het ziekenhuis. 12 uur. Om controle. Door medische redenen. Ja, Vee had in het vruchtwater gepoept. En we hadden koorts gekregen tijdens de bevalling. En toen heb ik antibiotica gekregen. En ze wilden gewoon in de gaten houden of het met Vee goed ging. En met mij. Dus daar was ik heel blij om. Het was ook wel chill in het ziekenhuis eigenlijk, want we konden even rustig uitslapen. Ja, toen hoefde je niet gelijk zo van, hey, de volgende komt eraan. Dat was echt gewoon lekker rustig aan. Dus dat was echt top. Dat was echt super chill. Leidse Rijn, geboortecentrum. Geen ziekenhuis, geboortecentrum. Toen werden we opgehaald door mijn moeder. Dus dat was het eerste kraambezoek eigenlijk. En nou, echt alleen maar huilen. Was zo blij om ze te zien en... Het was zo fijn dat ze bij ons waren, dat ze ons naar huis brachten. En we hadden expres nog niet het kraambureau gebeld, omdat we dachten... We willen even rustig thuiskomen en daarna mag er iemand bij komen. We waren ook een beetje bang dat de kraamverzorger zou zeggen... Oh, je mag geen bezoek hebben vanwege corona. En we wilden gewoon wel met mijn moeder en zo dat die erbij waren. Dus daarna hebben we gebeld. Toen kwam er een vrouw, eenmalig, die kwam even helpen. Ik stond onder de douche, was helemaal aan het bloeden en... plassen was hartstikke eng na de bevalling, want het brandt als een malle. Ik was uitgescheurd en mijn hechtingen, alles prikte echt. Nou, je hebt nog nooit zoveel pijnlijke prikkingen gevoeld bij je vagina waarschijnlijk als je plast na een bevalling. Alsof je op pepers gaat zitten of zo. Het is echt veel erger dan dat. Het is echt, het stinks like a bitch. Dus je hebt echt, ik heb de eerste 2 dagen niet geplast zonder warme douchekop bij mijn vagina, want anders kon je gewoon niet plassen, zo pijn deed het. En ik kon amper zitten, amper staan. Het deed pijn. Ik kom eraan. Kom maar. Gaat ook over jou, lekker ding. Ons kraamzorg was Naviva. Dat was ook nog een dingetje. Want we wisten niet of we het aantal uren zouden krijgen waar we recht op hadden. Omdat Naviva neemt iedereen aan. En normaal de meeste kraambureaus zeggen op een gegeven moment stop als ze te veel mensen hebben. Zodat ze iedereen de uren kunnen beloven. Naviva doet dat niet. Het voordeel is dat ze voor iedereen welkom zijn. En er is geen wachtlijst. Maar het nadeel is dat je, ja, dat je dus misschien minder uren hebt. Dus wij waren er heel bang voor en bang voor gemaakt ook. Want zij konden niet beloven dat wij onze uren kregen. Dus we waren er heel bang voor. Dus die eerste kraamzorg was gekomen, was heel chill, die kon helpen. Maar ze zei wel meteen van, nou, morgen krijgen jullie weer een ander. Oké. Dus de volgende dag kregen we een andere kraamverzorgster, Linda... Mocht je kijken, hoi. Linda was onze leeftijd en super lieve meid. We waren ook echt enorm blij met haar. Ze heeft ons ook geholpen met spanningen en dingen. Het was bijvoorbeeld best spannend dat je ouders er kwamen. Die hadden we een tijd niet gezien, dus dat was ook best beladen in de kraamtijd. Ja, we waren wel een keertje al. Ja, één keer tijdens die zwangerschap, 39 weken. En toen zagen we je ouders inderdaad voor het eerst weer. En die moesten in 2 delen komen. Ook weer door coronaregels. Ja, en doordat ze toko hebben. Dus ze konden door de week niet allebei weg. Dus dat was best wel veel qua emoties. Sowieso is de kraamtijd veel qua emoties. De eerste 4 dagen hebben we echt op een roze wolk gezeten. Alleen maar gehuild van blijdschap. Hoe mooi het is. Hoe blij we met jou waren. Sowieso nog steeds. En maar... Ik moet wel zeggen, als ik de kraamtijd in 2 woorden kan beschrijven, is het fucking intens. En ik ben totaal overspannen, overprikkeld geraakt tijdens de kraamtijd. En ja, we gaan er nu over vertellen. En ook wil ik daarbij meegeven, het hoeft niet zo te gaan. En ik wil je ook behoeden
waardoor jij of eventueel iemand anders dit hopelijk niet mee zal maken. En daarom wil ik ook dit verhaal delen, omdat het gewoon heel erg onderschat wordt. Ik had het zelf heel erg onderschat hoe heftig een kraamtijd kan zijn. Maar goed, Linda kwam. Tijdens de kraamtijd vonden we haar super fijn, was echt super lief, meedenkend. Ze stelde ons op ons gemak. Het was een hele goede sfeer als zij er was. Echt top. We waren echt zo blij met haar. Wel moet ik zeggen dat ik achteraf er ietsje anders naar kijk. Nog steeds is Linda echt een topper. Maar we waren op een gegeven moment wel de hele dag aan het praten bijna. En ook over haar. En nogmaals, het was echt een super lieve meid. Maar achteraf zou ik een andere kraamzorg hebben gekozen. Omdat we de hele dag aan het praten waren. En ik was zo vermoeid. En ik weet nog dat ik... Op het moment zelf besef je het niet, hè. Want alles komt op je af. Maar achteraf was ik helemaal kapot van vermoeidheid. Had ik eigenlijk veel meer moeten slapen. En weet ik nog dat ik me af en toe schuldig voelde in de avond. Dat ik niet genoeg aandacht aan Vee had besteed. Omdat eigenlijk wilde ik gewoon de hele dag naar je baby kijken. Maar als je met iemand aan het praten bent, dan ben je het oogcontact aan het maken. Dus dan ben je niet bezig met je baby. En dat vond ik best wel een ding. Daarnaast, dag 4. Ik heb me zo goed ingelezen, maar dit wist ik niet. Staat bekend als baby blues. Dag 4. Kijk uit voor deze dag. We hadden elke dag bezoek. En het ging eigenlijk allemaal goed. Eigenlijk tot dag 4. Dat was zeg maar omdat het 4 dagen achter elkaar intens bezoek was. Jouw ouders, ja, mijn ouders, nog een keer mijn ouders. Zoveel. En alle berichtjes. Het is zo goed bedoeld, hè. Maar iedereen die de eerste paar weken vraagt wanneer kan ik langskomen, doe het niet. Nee. Doe het niet. Dat vind jij, hè? Oh, dat vind ik. Ja, sorry hoor. Maar echt, het is zo lief bedoeld. En ergens heb je ook zoiets van, je bent super trots om je kindje te laten zien aan iedereen. Maar het is ook wel zo dat, dat ik weet, dat ik gewoon mijn telefoon legde ik weg de hele dag. Ik was de hele dag met Vee bezig. Ik ben de hele dag zo druk bezig met voeden, verschonen. Het klinkt niet als veel, maar het is echt, je bent zo druk bezig. Het is echt... Ik denk dat het ook is dat je bent druk bezig met de baby. En ondertussen krijg je 10 berichten van allemaal verschillende mensen. Hé, wanneer kunnen we langskomen? En dan is het van, je wilt ze niet gelijk teleurstellen of zo. Dus je wilt wel zoiets denken van, denk aan de datum. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er 10 mensen. En dan heb je ook nog familie erbij natuurlijk. Die ook nog berichten stuurt. Nee, je krijgt honderden berichtjes. En dan is het toch wel dat je denkt van, ik wil wel een datum geven. Maar ook weer niet. Want je wilt ook je rust pakken. Zeg. Dat is het. Ook met vriendinnen, weet je wel. Het is super lief bedoeld. Maar, en je wil dat ze langskomen. Maar op dat moment komt er gewoon zoveel op je af. Dat je bent er gewoon nog niet klaar voor. Je moet eigenlijk even... Ik zou bij een tweede... Wil ik denk ik ook gewoon niet elke dag bezoek. Maar ook even rust ertussendoor. Ja. Dat hebben we niet gedaan. En daardoor ben ik denk ik ook overprikkeld geraakt. De ene naar de andere, zeg maar. En ik sliep te weinig. Ik deed maar 1 middag slaapje per dag. Ik zou echt veel meer in je bed blijven liggen. Echt, gun jezelf deze rust. Ik heb wel... Weet Dagmar en Whitney, even shout-out naar jullie. Ik heb zoveel aan deze meiden gehad. Ze stuurden gewoon gefeliciteerd. En verder hebben ze me gewoon redelijk met rust gelaten. En alleen zeg maar als ik hun een berichtje stuurde, stuurden ze wat terug. En ze gaven me echt die rust. En dat vond ik zo fijn. En ik ben ook zo emotioneel geweest. En ik heb zoveel aan hun ook gehad. Juist omdat zij gewoon afwachten tot ik hun iets stuurde. Tot ik er klaar voor was om een reactie of een berichtje te sturen. En begrijp me niet verkeerd, hè. Alle gefeliciteerd en felicitaties is superleuk. Alsjeblieft, stuur dat naar iedereen die je kent. Maar ga niet meteen vragen wanneer kan ik langskomen. Want het is zo'n heftige vraag. En je voelt inderdaad alsof je meteen moet reageren. Ja. Maar je hebt geen rust in je hoofd. Bij een ander kan het misschien heel chill. Van, oh weet je, ik heb genoeg... Maar laat het aan hun over. Wij hadden echt zoiets van, oké, we worden echt overspoeld. Ja. Dat is iets van... je wilt langskomen. Ja, maar misschien wordt dat pas over 2-3 maanden of zo. Aangezien we... Zo druk bezig zijn. We hebben zelfs nu nog feest 5 maanden. En nog niet iedereen is langsgekomen. Dat is echt bizar.
Maar, oh, echt. Oké, dag 4. Je borsten zijn mega opgezwollen. Ik had stuwing. Ik werd elke dag wakker in mijn eigen melk. Het was echt gewoon... Ik sliep gewoon in nattigheid. En dan elke keer vervang je weer je BH. Vervang je weer een handdoekje eronder. Maar het blijft stromen. En het komt er gewoon de hele tijd uit. Je gaat er een paar keer per nacht uit voor voedingen, voor verschonen. Ja. Het is onwennig, dus je slaapt amper. Wij sliepen met vee in bed. Wij werden door het consultatiebureau bijna en door de kraambureau bijna gezegd dat je kind half vermoord als je met je kind samen slaapt. Dat zeiden ze niet letterlijk, maar het lag er ook niet ver naast. Dus wij waren als de dood terwijl we met haar sliepen. Want we waren heel bang dat we op haar zouden rollen en iets. De eerste paar dagen waren wij zo bang dat dat wel zou gebeuren. En als het dan even stil was, dan werd je weer wakker. Van, oh, ademt ze nog? En je bent zo bang dat er iets met haar gebeurt. Heel veel dingetjes of van hoe groot je bed is, hoe groot jij bent. Ja. We hadden wel een perfect bed, want we hebben die randen. Ben je slaap. Dat ze er niet uit kan vallen. Ja. Ja, wij zitten in de box daar zo. Ja. We hebben ook onze eigen box. Ja. Dus we hoeven niet bang te zijn dat ze eruit valt. Nee, dus dat scheelt. Dus dat is al een ding, zorg. Maar vandaar dat wij zitten. We hebben dus de heftige emoties. Ja. De boobs. Let's talk about the boobs. De boobs. Pijn. En alsof ze op springen staan. Je lekt de hele dag door. Je vagina. Hallo. Fucking veel pijn. Ik kon amper zitten. Ik kon amper staan. Ik bloedde aan alle kanten. Het is als een ongesteldheid, maar 10.000 keer erger. Je hebt ook pijn, krampen, terwijl je borstvoeding geeft. Dat zijn naweeën. Die helpen om je baarmoeder weer te laten krimpen. Je bent niet plat. Ik dacht eerst een beetje, voordat ik me had ingelezen, van nou ja, als je bevallen bent, dan heb je waarschijnlijk weer een beetje je lichaam terug. Nee, dat is niet zo. Je lijkt nog steeds alsof je 3 maanden of 5 maanden zwanger bent. Maar dat. En... Het is gewoon heel veel. Je bent echt overspoeld met emoties. En ik weet wel dat ik eigenlijk gewoon diep van binnen schreeuwde om rust. En dat we dat niet kregen. Omdat we gewoon zoveel bezoek hadden en alles. En het is zo lief bedoeld. Je wordt ook overladen met liefde. En dat is ook heel mooi. En we waren ook heel blij natuurlijk dat mensen langs wilden komen. Maar het is gewoon heel veel. En je kan eigenlijk niet... beschrijven hoeveel er op je afkomt als tot je het zelf hebt meegemaakt. En dat is echt, dat is zo'n dooddoener, maar het is echt zo. En en ook, als ik dat mag zeggen, dat hoeveel druk het op je relatie legt. Jeff en ik denk dat ik altijd heel erg trots ben op onze relatie. Dat ik vind dat wij een heel sterke relatie hebben en dat we eigenlijk, voor mijn gevoel, kunnen we alles aan. Denk ik nu nog steeds. Maar ik denk in de eerste 2 maanden dat wij elkaar wel tegen zijn gekomen. Je hebt zo snel irritaties aan elkaar. Ja. En wij hebben allebei denk ik wel echt een punt gehad dat we echt dachten... Jeez, ik ben hier zo klaar mee. Ja. We spraken het op een gegeven moment ook uit. Maar ik had zoiets van, nou ik ga met Veen en mijn moeder. Aju, ik ben het zat. En jij had volgens mij ook zoiets van, nou ja, bekijk het lekker met je kut-emoties en irritaties. Ik ga missen Veen, doei. Ja, precies. Ja, ik snap het. Ik heb zo'n aantal keer gehad dat ik echt zoiets van, ik moet echt even het huis uit, even een rondje lopen of zo, wat anders. Ja. En dat vond ik weer heel eng, want dan denk je toch, gaat hij nou weglopen? Gaat hij nou echt weg? Dat is weer een grote discussie en zo. Ja, we hadden heel veel discussies. Ja. Je kan je er niet op voorbereiden, maar je relatie verandert zo erg. Want je bent ineens ouders, maar daarnaast ben je eigenlijk ook nog partners. Ja. Maar daar is eigenlijk geen ruimte voor op dat moment. Het is, je zit meer in de oude rol inderdaad. Ja. En je moet elkaar denken van, oké, jij moet dit doen, jij moet dat doen. En je wil alles perfect doen, maar de ander doet het in jouw ogen minder goed snel. En vooral in mijn ogen denk ik af en toe. Terwijl je doet het echt super. Mm-hmm. Voor de mannen die kijken, of zeg maar voor de partners die kijken. Als je vriendin in de kraamtijd zit, je kan zoveel mogelijk dingen doen. Help haar. Maar het kan alsnog zijn dat ze zegt van, oh ja, maar dit en dat is verkeerd en zo. Ja. Gewoon niet naar luisteren. Gewoon denken, het zal wel. Het is wel echt zo. Ik had echt kritiek op alles. Terwijl Jeff deed echt alles. Hij ging... Afwas was... Kijk, de kraamzorg deed ook heel veel qua schoonmaken. Ja, ze deed ook heel veel. Maar jij deed ook boodschappen halen. En koken. En ook nadat zij weg was, na de 8 dagen. Ja.
Toen was jij ook elke dag aan het koken en ontbijt maken. En ja, dan was er nog iemand die specifiek elke ochtend warm ontbijt. Ik wilde allemaal maaltijden warm, omdat ik gelezen had dat het beter is in de kraamtijd om warme maaltijden te eten. Dus elke ochtend stond ik fruit. Ja. Omdat het makkelijker voor je lichaam is om te verteren, omdat je lichaam, het is dan al warm. Dus je darmen hoeven niet nog meer moeite te doen om het te verteren. Your turn. Ja, dus ik stond elke ochtend stond ik 4-5 verschillende soorten fruiten te snijden in stukjes om vervolgens in een ovenschaal te doen. Om, yeah. En dan met havermout en weet ik wat allemaal. Kunnen we het hebben over de chocomel? Chocomel? De chocomel. Oké, dus ik maakte alles zo gezond mogelijk. Want je weet, als je borstvoeding geeft, alles wat jij eet, komt bij je baby terecht. Dus ik wilde zo... Oh, ja. Dus ik had de chocomel bedacht, want ik viel op een gegeven moment heel veel af. En ik was zo trots op mijn lichaam dat ik een bevalling had gedaan. Ik hoefde van mezelf helemaal niet af te vallen. Dus ik vond het heel erg. Ik keek op dag 4 in de spiegel en ik zag gewoon een lijk. Ik had een ingevallen gezicht. Ik was grauw. Ik was echt bang van mijn spiegelbeeld. En dat vond ik ook heel heftig. Dus ik wilde aankomen op een gezonde manier. Dus ik had helemaal bedacht, oké, ik ga chocomel drinken. Warm. Met kokosmelk, want dat zijn goede vetten. Cacaopoeder is ook gezond. En dadels is ook heel gezond. Dus die drie combinatie zorgt voor een lekkere, gezonde, vette chocomel. Als ik daar een paar van per dag drink, dan kom ik op een goede, gezonde manier aan. Wat deed jij in mijn chocomel? Nou, ten eerste had je niet gezegd tegen mij dat je een gezonde manier... Oh, jawel, jawel. Dat had ik wel. Aankomen. Ja, dat had ik wel. En ik ging dus chocomelk voor haar maken. Bijna from scratch, zeg maar. En vertel maar wat je erin op een gegeven moment dacht ik van... Ik had een klein slokje geproefd. Ik dacht, dat smaakt helemaal nergens naar. Dus ik dacht, het smaakt helemaal nergens naar. Dus ik dacht, weet je wat, ik doe er poedersuiker in. Ik was het aan het drinken. Ik had het gedronken. Ja. En toen zei je, proef je de secret ingredient? Ja. En toen zei ze, wat dan? Ik zei, poedersuiker. En toen, ze werd helemaal gek. Holy shit, I was losing it. Luister, je hele wereld staat op zijn kop. Je zit vol met emoties. Alles komt binnen. Alle prikkels komen binnen. En je bent zo intens, obsessiefelijk bezig om zo gezond mogelijk te eten. En iedereen weet dat suiker ongezond is. En het voelde, het is heel overdreven, maar het voelde alsof Jeff er gewoon rattengif in gedaan had. Zo voelde het. Hij deed suiker in mijn super gezonde smoothie. Nou, ik werd helemaal gek. Dus ja, mannen, als tip inderdaad, hou gewoon je bek en zorg gewoon voor je chick. Want, wow. Nou ja, heel eerlijk, na een bevalling kan een vrouw even wel verdiend, toch? Ja. Maar wel tot een bepaalde hoogte vinden. Ja, snap ik. Oké. Dus ja. Dat. We hadden daarna nog een tweede kraamzorg. En dat was eigenlijk heel chill. Want die sprak amper tegen ons. En in het begin dachten we vet ongezellig. Want die andere was veel leuker. Want die praatte met ons. Maar eigenlijk omdat zij amper met ons praatte. Was het echt een gift. We konden de hele dag pitten. En gewoon eindelijk rust pakken. En het was echt. Hadden we echt nodig. En daarna kwam nog op mijn dieptepunt. Mijn allerergste dieptepunt. Van Dagmar langs. Echt. Ik denk dat je me nog nooit zo erg hebt gezien. Ik had ruzie met Jeff. Jeff was weggelopen. Of nou ja, hij had wel aangekondigd. Hij zei, ik kom terug. Ik had echt... ik dacht echt van, deze relatie is gewoon bijna voorbij. Drama dus. Ik was veen aan het verschonen. In mijn bloedende maandverband onderbroek. Ik stond hier huilend omdat ik ruzie met Jeff had. Ik was helemaal in tranen. Dagmar had de sleutels van Jeff gekregen. Die kwam hier binnen. Nou, ik was echt een hoopje ellende. Het sloeg helemaal nergens op. Maar het was zo'n drama. En ik kon alleen maar huilen. En die avond daarna was nog erger. Toen was Vee aan het huilen omdat ze eten wilde. En ik voelde me zo schuldig dat Jeff en ik ruzie hadden gehad. En dat zij misschien die spanning zou voelen. En toen in de avond, toen kreeg jij dus een aanval van je suikerziekte. Ja. Achteraf begrijpelijk, want door je had ook wel heel veel. Veel gelopen. Veel emoties. Dus Jeff kreeg een aanval in bed. Dus ik zat echt van, oké, ik moet nu mijn baby eten geven. En ik moet mijn partner snel suiker geven, want anders gaat het niet goed. En ik liep echt met Vee in mijn armen. En het was gewoon zoveel. En toen heb ik ook echt een WhatsApp gestuurd.
naar mijn familie. Helemaal overstuur en in huilen. En ja, ze hebben gewoon terugluisteren. Ik heb het niet meer teruggeluisterd sinds die dag. Om 3 uur 's avonds of zo? Ja, dit was denk ik 3 uur 's avonds. Het was ook echt een dieptepunt. Oké. Ik ga even goed open kaart spelen. Mama wist er al van. Jij was gisteren afgewezen voor een baan en had te weinig geslapen. Heeft het afgewezen? Oh, jij was ook nog afgewezen voor een baan. Mij, door gemene moeder te zeggen. Daarna knapte er iets in mij. Moeder. En heb Jeff en ik zo'n ruzie gehad dat je... Ja, dit is even een ding. Jeff had in een opwelling... gezegd, oh, ik moet dealen met een gemene moeder. Nu kan ik er om lachen. Ja, nu wel. Maar als je dit zegt in een kraamtijd met een moeder die overprikkeld is en emotioneel, zeg niet dat ze een gemene moeder of wat dan ook negatief over moeder zijnde zijn. Holy, I was losing it. Ja, mama werd helemaal mental. Gemene moeder, echt, oh my god. Ik wilde je echt wat aandoen. Wow. Nee, erger nog. Ik had zoiets. Ik zei ook letterlijk tegen je. Ik zeg, je kan nog beter vreemd gaan dan dat je mij een gemene moeder noemt. Ja. Terwijl ik zo mijn best doe om de beste moeder ter wereld te zijn. Ja. Wow, die was echt. Die zat zo. Die was echt ver onder de gordel, meneertje. Ik word net wakker en zij schreeuwt van de honger. En je krijgt een epileptische aanval van de suiker. Ik kan dit niet aan. En ik wil. Dat iedereen, op het moment dat ik dat we morgen naar jullie toe gaan, en mama, dat iedereen respect heeft voor mijn rust straks, want ik heb dit nodig. Ik kijk er nog steeds heel erg uit om naar jullie toe te gaan, allemaal. Maar ik wil dat iedereen mij helpt met mijn rust, want dit is echt niet. Holy shit. Oh my god. Ik heb het dus niet meer teruggeluisterd sinds die kraamtijd. En het raakt me gewoon weer dat... Ik was zo overprikkeld. Mm-hmm. En zo hoog in mijn emotie. En dat is wel echt iets. Het raakt me nu gewoon weer dat... Ik zou mijn tweede kraamtijd zo anders doen. En ik zat zo hoog in mijn emotie. En dat... Het heeft er allemaal aan bijgedragen. Weet je? De hele dag praten. Te weinig rust. Zoveel emoties. Elke dag wakker worden in nattigheid. Mijn vagina uitgescheurd. Pijn. Verdriet. Het idee dat we geen sterke relatie ineens meer hebben. Angst dat er wat met je kindje gebeurt. Angst dat je niet genoeg aandacht geeft aan je kindje. Angst dat je geen goede moeder bent. Het is... Zoveel. Al het bezoek. Alle berichtjes. Iedereen die langs wil komen. Iedereen die goed bedoeld je berichtje stuurt. Het was allemaal te veel voor je. Het was echt te veel. En inderdaad, het hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar als ik dit hoor. Dan heb ik gewoon echt. Ik ga even borstvoeding geven. Als ik dit terug hoor. Dan hoor ik gewoon echt een moeder die gewoon aan de grond genageld is. Die niet meer weet wat ze moet. Die zich zo alleen voelt. Zo alsof ze er alleen voor staat. Zo overprikkeld en moe en kapot. En ik heb echt medelijden gewoon met mezelf toen. En ik hoop echt dat niemand dit mee hoeft te maken. En dat ik dit nooit meer meemaak. Want echt, ik ga jou eten geven. Maar echt, dit was echt zo heftig. Maar echt, ik heb dit zo onderschat. En ik merk dat het nog steeds een soort, als bijna een soort trauma voelt. En dat ik ook echt mijn best wil doen om bij een volgende kraamtijd dit te voorkomen. Maar echt, gun jezelf genoeg rust. En wat ook geen overbodige luxe is, is ik had behandelingen laten doen. Postpartum behandelingen. Het is dus een massage voor als je bevallen bent en een yoni-steam. Dus warmte voor je vagina. Heel fijn. En wat heb ik nou nog meer gedaan? Inwikkelding. Ja, inbind, binding, dat. Het was heel fijn. En ik heb echt zoiets van, gun jezelf. Je hebt net een bevalling gehad. Je hebt een hele zwangerschap gedaan. Je lichaam, je geest, alles
is overprikkeld en alles staat open. Wees alsjeblieft gewoon lief voor jezelf. En leg die lat niet te hoog en gun jezelf een massage. Van tevoren dacht ik echt dat het een slecht cadeau was. Maar geef iemand eten die net gevallen is. Of een bon om eten te halen, want je komt er gewoon niet aan toe dat bijna om eten te maken. Kijk, ik had natuurlijk heel veel geluk met Jeff, dat hij ten eerste zo lief was om zoveel te doen in huis en zo. En maar dat ook dat hij geen baan had. Kwam eigenlijk heel goed uit. Dus dat was echt heel fijn. En ik ben echt heel blij dat we gewoon een sterke relatie hebben. En ook al wankelde die op dat moment even omdat je gewoon weer zoekende bent. Is het gewoon wel heel fijn dat je elkaar hebt. Ook Vee was echt perfect, want Vee is gewoon in mijn ogen de perfecte baby. Na 2 weken sliep ze al door in de avond. Ja. Nou, sorry, maar dat heb je normaal gesproken. Nee. Volgens mij bij amper. Ik hoorde van die vrouwen. Sowieso heel rustig dat ze was. Ze werd slapend geboren. Ze sliep na 2 weken ongeveer. Ja. Sliep ze gewoon door. Ik denk ook door die badbevalling. En omdat ze bij ons sliep. Ze voelde zich volgens mij heel veilig. En we deden het echt wel goed. Ja. Dus we werden niet echt vaak wakker van haar. Nee. Dus we werden wel wakker omdat ze dan verschoond moest worden en zo. Maar niet dat ze door bleef huilen. Nee. Dus even huilen, verschonen, eten en dan weer slapen. En het was ook gewoon een heel fijn idee dat Vee groeide meteen goed. Kijk, je hebt ook heel veel ouders die hebben er ook nog angst bij dat hun kindje ondervoed is. Of dat hun kindje afvalt of niet op gewicht komt. Dat zijn heel erg angsten. We hadden dat niet met Vee, dus daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ik wil nu ook even wat beelden laten zien die heel positief van de kraamtijd waren. Het zijn beelden die ik van Vee heb gemaakt toen ze net geboren was. En die ga je nu zien. Zo! Hé, Veetje. Zo'n boertje. Zo'n boertje. Hé, Veetje. Oh, zo mooi. Hey. Hoi, kuikentje. Heb je de hik? Precies een week en een dag. Het gaat het snel, schatje. Ja. Ga je bij papa en mama in het bed slapen, hè? Lekker dichtbij. Ja, vindt mama ook heel fijn. En papa ook. Ja, dan ben je toch nog bijna net zo dichtbij als toen je in mama's buik zat. Die is alweer bijna plat. Ja. Ik ben nu 5 weken oud, hè? Bijna 6. Wow. Hey! Wil je iets tegen je future self zeggen, Veetje? Hey? We houden van jou als je wakker wordt en slapen gaat. Dat is een camera. Kiddo. Dat ben jij. Mooi, hè? Hey. Wil je lekker pinky? Dat was het weer voor nu. En je kung fu panda doen. Kung fu panda. Ik in bad, hè? Ja. Leuk, hè? Wel doen. Ja, heel leuk.
Poepenkindje. Kijk! Wat een leuk speeltje is dit. Ga je deze aanraken? Wat goed! Wat heb jij gedaan? Niet normaal schattig dit. Ik kan de hele dag zo blijven liggen met jou. Zo zie je maar dat de kraamtijd ook gewoon heel erg leuk kan zijn. En ik denk ook wat meespeelde, dat we natuurlijk in een kleine woning zitten. Dus alle rommel zie je de hele dag door. Dus ja, dus ik kreeg ook veel prikkels daarvan mee. Een aparte situatie. Ja. Ik zou bij een volgende kindje hoop ik toch wel dat we een ander huis hebben. En dat ik gewoon in een lege kamer zit met de baby. En dat ik alle rommel niet hoef te zien. Ik ook met de kraamzorg. Aangezien we in één kamer zitten. Die zit met z'n drieën. Zit je dan hier in deze kamer. En kijk, je had wel gewoon wat meer rust nodig. Maar het is wel zo dat als we een slaapkamer zouden hebben bijvoorbeeld. Dan zou je kunnen zeggen van, hé, ik trek me terug naar de slaapkamer. Ja. En gaan jullie maar schoonmaken en kletsen of zo. En het, het lag ook niet alleen maar aan haar natuurlijk. Want wij praten natuurlijk ook terug. Maar ja, heel eerlijk, wat kun je... Je kan jezelf niet voorbereiden, echt. Als ouders zijn op een kind krijgen, denk ik. Het enige wat je in gedachten kan houden, denk ik, is neem gewoon zoveel mogelijk rust. Dat is denk ik misschien wel de grootste tip. Ja. Ja. Rust en... En me-time als in vervolgens een massage of iets. Ja, wees lief voor jezelf en neem ook de tijd voor elkaar. En wees lief tegen je partner. Ja. Ik weet nog één moment dat C een middagslaapje aan het doen was. En dat wij voor het eerst sinds de bevalling... Ja, je wilt ook mee praten. Dat wij voor het eerst sinds de bevalling gingen spoenen. En gewoon even op bed samen lagen. Het was zo'n fijn moment dat ik echt weer dacht van, oh wat fijn dat je er is. Dan heb ik nog wat vragen gekregen, die zal ik even behandelen. Hoe deed de kraamhulp de controles? Gewoon hier achter op bed. We konden ons bed niet verhogen, maar als ik hier met mijn benen wijd ging liggen, dan kon ze gewoon kijken naar de hechtingen. Van tevoren was ik wel een beetje bang. Ik dacht van, oh ze gaan dan naar mijn vagina kijken. Is dat niet awkward? Maar op een gegeven moment dacht ik echt, ja trek een nummertje. Iedereen mag mijn kut zien. Als het voor medische doeleinden is. Nou ja, op een gegeven moment maakt het je echt niet meer uit dat iemand naar je vagina kijkt. Want je wil gewoon dat die hechting en alles, dat het gewoon goed gaat. Dus ja, dus dan ging ik hier gewoon mijn benen wijd liggen en dan kon ze erbij. Hoe was het om je bed steeds in en uit te klimmen na de bevalling? Ja, dat was nog een dingetje, hè? Ja, ik moest een trappetje af, ja. Het was wel heel pijnlijk. En ik kon bijna niet zonder... Nou ja, ik kon niet zonder pijn eigenlijk... In en uit het bed. Dus ik probeerde dat ook zo min mogelijk wel te doen. Dus ik... Ik kwam denk ik in de middag kwam ik denk ik even mijn bed uit. En dan ging ik weer slapen voor een middagslaapje. En dan bleef ik wel zoveel mogelijk in bed. En dat is wel echt aan te raden. Want... Ga zo min mogelijk trappen op en af. Want op een gegeven moment had je ook dus ook die verzakking. Ja, ik had een lichte verzakking. En dat kwam ook waarschijnlijk door... Mijn bekkenbodem en spieren die belast worden door onder andere trappen lopen. Ja, dan moet je ook sowieso twee trappen op om sowieso in de studio te komen. Dus ja. We hebben geen lift. Nee, dus ik ben ook niet buiten geweest de eerste paar weken. En geloof me, dat wil je ook niet. Je moet gewoon echt in je bed blijven liggen. Wat viel je mee of wat was je vooraf bang voor? Ja, het gekke is, vooraf was ik totaal niet bang. Misschien omdat alles zo perfect ging. Mijn zwangerschap was top. Mijn bevalling was top. En toen dacht ik, nou ja, nu is de kraamtijd. Nu hebben we eindelijk het kindje waar we al jaren van dromen. Dus alles is perfect. En dat viel in één keer tegen door alle emoties en de pijn en alle overprikkeldheid, zeg maar. En dat heb ik gewoon echt heel erg onderschat. En bij een tweede ga ik het totaal anders doen, omdat ik dit gewoon nooit meer zo ver wil laten komen. Want het was echt heel erg en ik moest er echt lang van bij komen. En ik merk zelfs nu dat het me dus nog steeds raakt... En dat ik nog steeds wel met een heftig gevoel terugdenk aan de kraamtijd. Maar ook wel weer met een heel goed gevoel. Want ik ben nog steeds super dankbaar dat we Vee hebben. En ze zegt, ja, jij. En je bent nog steeds het perfecte kindje hoor.
Een lekker ding. Even kijken. Hoe ga jij om met goed bedoelde adviezen? Nou, hier was ik eigenlijk heel blij om. Want ik dacht altijd van, ik ga waarschijnlijk zo'n moeder zijn die aan alles twijfelt of ze het wel goed genoeg doet. En die heel erg onzeker is over of ze het wel goed doet. Maar dat viel echt wel mee. Ik merk eigenlijk sinds ik bevallen ben, dat ik zo trots op mezelf was. Ook dat we die bevalling zo goed hadden gedaan. En dat ik eigenlijk zoiets had van, ik voelde gewoon meteen wat Vee nodig had. Natuurlijk werden we ook wel begeleid door de kraamhulp. Die legde ons ook wel uit hoe het moest. En daar was ik echt heel blij om. Hoe je er moest verschonen, hoe je er in bad moest doen. Dat was echt heel leuk en fijn om te leren. En we hadden dunstandtaal, leerden we. Dus dan leer je de verschillende heldjes herkennen wat ze nodig heeft. Daar hebben we ook veel aan gehad. Ja. Ook van Linda geleerd. Heel chill. Maar ik merkte eigenlijk dat, volgens mij wij beiden, wel heel snel op ons gevoel vertrouwden. En goed bedoelde adviezen, die kun je dan een stuk makkelijker van je afslaan als je eigenlijk al weet dat je het goed doet. En omdat Vee zo goed groeide en zo rustig was, gaf ons dat ook wel het gevoel van, oh, we doen het goed. En dat was heel fijn. Ja. En ook met samen slapen. Het werd heel erg afgeraden. Maar ik ben zo blij dat we het gedaan hebben. En we slapen nog steeds met haar. Het is nu 5 maanden. En ik denk dat het gewoon heel goed is. Ze slaapt nu ook echt als een klein mensje. Ze slaapt gewoon echt gewoon lekker zo. Met de armpjes en achter. Trappen tegen ons. Trappen. En horizontaal liggen. Horizontaal. Elke keer als ik het bed in kom, dan zie ik Elina in één hoek liggen. En dan zie je Vee horizontaal op het bed, zeg maar. Letterlijk dat hele bed in beslag. Het bed is echt van haar. Ja. Ja. Nogmaals, ik ben ontzettend dankbaar dat we Vee in ons leven hebben. En Vee had echt niks te maken met hoe heftig mijn kraamtijd was. Maar ik weet wel dat sommige mensen ook in deze emoties blijven hangen. Die krijgen een postnatale depressie. Komt heel vaak voor. Vaker dan waarschijnlijk publiekelijk mensen weten. En het is ook vaak een taboe. Want mensen denken van, oh, je hebt net een kind gekregen. Dan mag je alleen maar blij mee zijn. En het is een soort van taboe om dan negatief te zijn terwijl je net een kind hebt gekregen. Maar het heeft niks met het kind te maken. Ik was zo blij. Elke keer als ik naar Vee keek, kon ik alleen maar huilen van geluk. En ook in de zware momenten. Als ik naar Vee keek, dan kreeg ik meteen een glimlach op mijn gezicht. Omdat het zo'n lekker ding is. En ze deed het zo goed. Maar ik was gewoon op zoek naar wie ik was. En alle nieuwe moederrol moet je gewoon heel erg aan wennen. En dat alles was gewoon intens. Ik denk dat ook is waarom ik deze video echt wilde delen. Omdat ik juist mensen wil behoeden voor zo'n heftige kraamtijd. En dus als tip te geven om echt rust te nemen. Als je dat niet doet, dan zijn dit wel echt de gevolgen. Je kan dus ook een andere kraamhulp inschakelen. Kun je gewoon bellen naar het kraambureau en zeggen, joh, de klik is er niet. Of de klik is er juist te goed. We willen meer rust. In een volgende keer zou ik dat wel doen. En luister gewoon naar je gevoel. En weet ook gewoon dat je dit kan. Ook al twijfel je. Uiteindelijk weet jij en je partner het beste wat het beste is voor je baby. Dus ja, dat. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen dikke duim omhoog te doen. Als je deze video interessant of leuk vond. Vergeet niet op de abonneerknop te drukken. En vergeet niet op het belletje te klikken. Als je meer video's wil zien. We vloggen ook. Of nou, ik eigenlijk. Jij. En daarnaast deel hem ook vooral wellicht met kerstverse moeders. Want kerstverse moeders. Ik zou willen dat ik deze video gezien had voor mijn kraamtijd. Dus dat. Dus dan heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer! Dag! Doei! En leuk dat jij ook nog even meedeed, lekker ding. Ja! Dat dus. Gewoon!